kunnen zeggen, stel je begint met een Michiel, dan is de kans dan dat de vijf ook een Michiel is. En dan krijg je mond heel vol. Zeer contra-intuïtief. Goedemorgen, heren. Beziaanse statistiek. Goedemorgen. Zijn we een beetje wakker? Net ja. Het was wel een beetje laat, het was niet eens zo laat, maar. Wordt er nog een beetje gefeest ook? Nou, het was gisteravond, was het wel weer wat later, ja. Het was een beetje brak. Het was na middernacht voor het eerst voor mij. Het was gewoon heel gezellig op een op de borrel. Waar? Bij bij onze vriend Michiel Frakkers op het dakterras bij de Iron Cactus. En, dat was, En met wie heb je allemaal gesproken? Heb je genetwerk? Heb je de vrouwen? Nou, ik stond op een gegeven moment met Erwin te kletsen. Er kwam er een Amerikaanse wino, zullen we maar zeggen, die kwam even bij ons staan en vloep, toen was Erwin weg. Ja. Stond ik. Ja, maar ik ben zeer allergisch voor die gladjakkers die bij je komen staan van je weet, je stelt nu een vraag, maar je wil eigenlijk helemaal niet naar het antwoord luisteren. Dat heb je al vrij snel door. Dus ja. Probeerde ik hem later komen nog een keertje langs, moet ik je bevrijden? Maar toen zei hij nee, ja, gaat goed. Ja. Jouw brak? Nee, ik ben naar de film geweest. Oh. Maar ik was op tijd thuis. Je bent weer voorbereid, zie je. Ja, het boekje in de aanslag. Ja. Ja. Wat heb je gedaan gisteren? Dat was een goede dag gisteren. Ik zal snel staccato. Ik heb Stephen Wolfram gezien. Dat is een merkwaardige wiskundige. Die denkt dat hij de wereld gaat veranderen. En die spreekt over een computational world. Die is hier elk jaar zowat. En voor een deel is zijn verhaal elk jaar hetzelfde. Maar hij trekt het elk jaar ook weer wat verder. Ik vind dat fascinerend en ook heel overtuigend. Het laatste 10 minuten van zijn betoog was eigenlijk direct uit Wittgenstein. Over de wereld als taalspel en of nou de werkelijkheid iets is dat wiskundig is of dat de wiskunde de werkelijkheid is. En wat was de conclusie? Dat durf ik niet na te vertellen. Ik vond het vrij taai, terwijl het mijn oude vak is. Maar het was fascinerend. Maar je hebt het wel opgeslagen als iets waar je nog even over na wilt. Zeker, ja. En ik zag een deel van de zaal ook een beetje uitchecken. Ik heb Reese gezien van de Lean Startup. Dat was heel leuk. Dat is overigens ook een hele leuke man. Iemand die erg aardig vertelt met een dosis zelfrelativering. Met een zeer enthousiaste zaal. En dat ging over de methode waarvan hij zelf ook zegt van dat is ook niet de methode die nou alles oplost. Maar het is wel iets dat heel erg bruikbaar is. Ik heb de baas van Lyft gezien. Dat is, je zou kunnen zeggen, het lijkt een beetje op Uber. Maar volgens mij is het net wat slimmer in elkaar. Dat is ook een man die wel erg boeiend vertelt over hoe hij denkt dat de wereld veranderd kan worden. Vanwege het feit dat 95% van de auto's altijd stilstaat. En dat is wat hij wil oplossen. Ja, er waren heel veel mensen heel enthousiast over die sessie. Die zeiden van dat ging namelijk niet over auto's, maar het ging over transport. Het ging over het veranderen van het transportsysteem op deze planeet. En het ging ook overigens niet over zijn aandelenpakket of dat soort dingen. Terwijl bij Uber heb je wel eens de indruk dat het gaat om een heel agressieve manier van markt veroveren en ook wel hele grote aandelenpakketten. Ik heb zelf het idee dat de sympathie voor Uber een beetje aan het verdwijnen is in de techwereld. Klopt dat? Ja, dat weet ik niet. Ja. Het is een agressief bedrijf. Die overigens een aantal dingen heel knap doen hoor. Maar het zijn wel jongens van dik hout zaag met planken. Maar ja, die heb je ook nodig. Ik bedoel, soms heb je dat soort gedrag nodig om een markt open te breken. Dat geloof ik ook. Hey Michiel, jij hebt je vorig jaar bijvoorbeeld helemaal vastgebeten in drones. Toen heb je het altijd maar over drones. Tot wij er helemaal. Dat je ja. Wat is dit jaar? Ik zal niet zeggen dat ik gisteren een hele leuke sessie over drone heb gezien. Maar is dat zo dan? Ja, dat was toch wel leuk. Dat ging over drones for good. En dat werd beschreven van een project waarbij drones werden gebruikt om voor search and rescue. Zeg maar een wandelaar die is zoekgeraakt. Daar werd dan van die dingen heen gestuurd. Die maakte dan van het hele landschap foto's. Die werden gelijk online gezet. En een paar honderd mensen keken op dat moment dus naar die foto's. Om te zien of ze die man konden vinden. Ja. En dat was gelukt in 69 seconden. Zo. Dus dat is wel heel mooi. Want normaal is dat de uren zoektocht. Ja, wat ga je vandaag doen? Ik heb vandaag heb ik eigenlijk. Dat weet ik eigenlijk nog helemaal niet. Want ik heb voor tot half 1 heb ik helemaal niks. Ja, ik moet een schema maken. Ja, Blom. Wat gaan we doen? Ja, we gaan in ieder geval samen nog wat wrap-up interviews doen eigenlijk. Ja, want het is de laatste dag van Interactive. We hebben vanmiddag een gesprek met Werner Vogels, CTO van Amazon staan. Jeroen van Erp komt even vanuit zijn creatieve industrie blik vertellen wat hij heeft meegemaakt. Eén dingetje wat ik gisteravond nog bij die borrel had, maar ook met een paar mensen. En jij zegt zelf ook wel eens vaker.
ik zelf vind altijd gewoon de presentaties het allerleukste. Want ik vind eigenlijk de meestal, de forumdiscussies zijn eigenlijk niks aan. Zitten er vier hele slimme mensen die eigenlijk allemaal niet aan hun verhaal toekomen. Dat is wat ik hier heel vaak zie. We hadden er pas eentje waar Alexander Klupping zat, waar iemand zat van New York Times, waar iemand zat van Vice. Allemaal interessante mensen. Als je ze een kwartier zelf had laten praten, was het fantastisch geweest. Als je met z'n vieren bij elkaar zet, komt er eigenlijk niet zoveel uit. Ja, maar ik was bij de Veep Talks, ja. De bekende HBO-serie. Ja. Advies van jou trouwens. Ja, van mevrouw Dreyfus. Ja, erg grappig. Geweldig. Daar gaat het wel met vier man, maar ja, dat zijn natuurlijk acteurs. Maar, en volgens mij heeft het ook heel veel te maken met de moderator. Absoluut. Sommige moderators zijn daar echt briljant in, maar ik heb ook sessies meegemaakt waarbij er iemand voor Jan Lul staat en de zaak eigenlijk ook nog niet beter maakt. Ja, hey, en jij hebt altijd een uitgestippeld programma en dwangmatige neiging tot productiviteit, zei je net, wat jij doen? Ja, nou, die dwangmatigheid die kent ook zijn beperkingen. Omdat ik gisteren wat laat terug was uit de film, heb ik het programma nog niet helemaal klaar. Je boort nu mijn Calvinistisch schuldbewustzijn. Ja. Calvin komt toch wel even om de hoek kijken. Ja. Nou, weet je wat? Dan laat ik jullie verder het programma bestuderen.